Arnold Verdoren uit Sliedrecht van team ISC West heeft zojuist voor de eerste keer de Alpe d'Huez opgefietst. Nou ja, gefietst, gehandbiked. Arnold, hoe ging dat op armkracht de berg op? Heel erg zwaar. Het is echt niet te geloven. Ik had zelf ook nooit zo ingeschat zo zwaar te zijn, maar het is wel een euforie als je het dan toch haalt. Want hoe waren voor jou bijvoorbeeld de bochten? Bochten maken niet zo'n verschil, maar het is meer verzuringen. Waar je tegen vecht en dat soort dingen. Ja, je hebt natuurlijk ook niet de beenspieren die mee kunnen helpen. Nee. Je hebt je beenspieren die mee helpen, je hebt je gewicht dat niet mee helpt. Je moet alles echt vanuit je armen halen. Nou ja, en heb je stops gemaakt onderweg? Ja, zeker. Zeker. Redelijk wat stops onderweg gemaakt om het sowieso te zorgen dat je niet te ver verzuurt, dat je tenminste uit kan zingen. Ja. En het is het voor jou nu de eerste keer in de Alpe d'Huez? Ja, absoluut. De eerste keer. En hoe is het idee ontstaan om hier mee te gaan handbiken vandaag? Het idee is ontstaan doordat ik via mijn vriendin aan een fiets kom. En doordat ik niet meer kon waterskiën op een niveau wat ik normaal deed. Waterskiën normaal internationaal niveau. Door mijn goede knie die niet meer wou werken. Zocht ik een nieuwe uitdaging. Nou, toen via het werk met het team meegekomen. En wanneer ben je begonnen met trainen hiervoor? 2 maanden geleden. Nou ja, je bent boven gekomen. Ja. En je wil nog een keer, begreep ik. Ja, zeker. Hoe ga je nu naar beneden? Ik ga beneden de organisatie verzorgt auto's. Waarbij de fiets op het dak kan of in de auto. En dan word je naar beneden gereden. In het kader van veiligheid. En dan kan je bij de start kan je gewoon voor de tweede keer weer starten. Ja. Wat is jouw streefaantal qua beklimmingen? 2. 2, oké. Ik ga het graag een klein beetje reëel en op mijn lichaam heel. Ja, heel veel succes. Dankjewel.